Ding, ding. Wie is nou hier de huurder? Is dat nu de verhuurder? Als jij dus de huurder bent, dan moet je ook huur betalen. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. Zolang jij geen huur betaalt en hier niet ingeschreven met Alfred, ben je hier niet eens. Ben je een illegaal. Nee, niet meer, niet minder. Wilt u thuis ook rijdende rechter zijn en oordelen over de zaak? Pak dan nu uw mobiel of tablet en speel mee op live.ncrv.nl. Houd die hond vast. Houd die hond vast. Ik werd van dat antwoord erg pissig. Ik zeg, kom op, we kennen elkaar al zoveel jaar, joh. Hij heeft gewoon totaal geen idee wat hij aangericht heeft. Ik ga niet dreigen, dat... Niet te dicht bij elkaar. Niet te dicht bij elkaar. In deze prachtige woonboerderij wil ik oud worden, dacht meneer Tuntelder. Zijn droom wordt wreed verstoord door de bemoeizuchtige verhuurster die in het voorhuis woont. Hij verdenkt haar zelfs van afluisterpraktijken. Als Tuntelder één keer niet op tijd zijn huur betaalt, staat ze direct op de stoep. De bom barst, ze willen van elkaar af, maar ja, dan is er nog dat huurcontract. We hebben op een marktplaats gekeken naar de woning en toen kwamen we deze woning tegen. Toen we het huis zagen, toen hadden we echt zoiets van, ja, hier kunnen we oud worden. Het eerste contact was heel goed, tot de bewuste dag dat het contract werd getekend. De kleine dingen komen ze mee om met dwars te bomen, maar de dingen die daadwerkelijk gebeuren moeten, dat gebeurt niet. Dat wordt uitgesteld. Nou, hier zou dus een moestuintje komen. Komkommertjes, paprikaatjes. Nou, op het moment dat ik dus met het moestuin ben begonnen. Ja, maar ho even. Dan moeten eigenlijk bloemen staan. Nou, een van de dingen wat uitgesteld wordt, is het aansluiten van de kachel. Zij zegt van, de kachel heeft geen meerwaarde, want er ligt vloerverwarming. Dat was niet de afspraak. De afspraak was, die kachel zou aangesloten worden. En zo snel mogelijk. En de schuifpui, dat is helemaal rot. En... ik heb haar aangegeven, moet luisteren, die deur die zakt steeds verder. Ik heb het idee dat die schuifpui TZT naar beneden komt. Omdat de hele dorpel waar hij op rust stok en stok verrot is. En ik heb het aangegeven, meerdere keren aangegeven. Zij heeft gezegd, er is een deskundige bij geweest en er kan niks mee gebeuren. Het is gewoon heel, heel vervelend dat... wij afspraken maken waar meneer Tuntelder van op de hoogte is, dat hij in die tussentijd dus niets van zich laat horen. Niet reclameert, niet zegt van hé, hoe zit het ermee, of weet ik veel wat. En dan nu opeens met al die punten aankomt zetten. Hij heeft op onze naam en ons registratienummer zijn meterstanden doorgegeven in januari. Wij zijn daar enorm achteraan geweest. Henk-Jan is iets van geloof ik 5 of 6 keer bij me aan de deur geweest. Ook met het verzoek, laat je nou inschrijven bij de gemeente. En hij is nog steeds niet bekend bij de gemeente Coevorden. Normaal gesproken betaalde hij zijn huur 7/28 ongeveer en de eerste stond het er nog niet op. Als ik mijn huur niet kan betalen, ik huur ergens iets en kan mijn huur niet betalen, dan ga ik naar mijn verhuurder toe en dan ga ik een gesprek aan van luister eens jongens, ik zit moeilijk, ik zit krap, weet ik veel wat. Niets van het anders. Dus ik ben er 1 april geweest en ik heb tegen hem gezegd, van, ik wil dat het morgen om 12 uur op de rekening staat. Ik zie haar nu als een akelig mens. En dan heb ik het heel zacht uitgedrukt. Als zij in deze kwestie, waar het dus alleen om een geschil gaat tussen de huur, maar in deze kwestie familie, vrienden, kennissen, de werkgevers notabene van de familie, vrienden, kennissen, mijn werkgever gaat bellen en niet wetende waar die zich begeven, maar dan stad en land afbellen om te kijken van, god, ben jij de werkgever van die en die? Dan heb ik zoiets van, dan ga je heel ver. Dit is in principe een vorm van last en smaad. Ik werd continu in de gaten gehouden. Al zijn het maar kleine dingen, de volgende dag komen ze en kunnen ze me letterlijk op een gegeven moment zeggen wat er gezegd is in de kamer. Dus dat geeft voor mij een heel eng gevoel. Ik denk dat hij paranoia is hoor. Ik heb ook 25 jaar in de psychiatrie gewerkt. Ik heb niet voor niets zijn vriendin opgebeld.
Omdat ik me dus echt, en dat heb ik ook in een van de brieven gezegd, wij hebben ons oprecht zorgen gemaakt over zijn geestelijke toestand. Dat zijn dingen die ik niet hard kan maken. Hoe het kan, dat kan ik niet hard maken. Maar ik heb het gevoel dat toch ergens om met een oor tegen de muur aangelegen wordt of iets dergelijks. Only trouble is... Op zolder, ja. Hebben we? Wat hebben we daar? Een microfoontje zeker. Ja, en misschien ook een hoe heet zo'n dingetje? Even zien. Ja, dat daar zo? Is ook nog een... Maar kan hij het hard maken? Ik bedoel, je kunt toch zoiets niet allemaal gaan beweren? Dit is toch waanzin? Ja, dit is waanzin. Dit is waanzin. Je gaat fluisteren in huis. Als ik met een vriendin in huis zit, dan wordt er gefluisterd. Er wordt niet meer op de normale manier gesproken, maar er wordt gefluisterd. En dat is absurd dat je dat moet doen. Met het idee dat mensen dus kunnen horen wat je zegt. Nu ook. Wat? Ik zit in de sauna. Dit is ook voor hun, hier hebben ze de sauna. Nu heb ik ook het idee dat ze aan de andere kant staan. Want ik hoorde daar binnenin worden gestommeld. De ene helft van de schuur en daar is de andere helft. We hebben de stoelen bijgezet hoor. We hebben nu even weggehaald natuurlijk, maar er staan eigenlijk normaal gesproken twee stoelen. Om te luisteren, we gaan er iets bij staan. Zoveel interessant. Ik wil geen klein oplichtertje, niet zo'n mannetje hier achter. Henk. Even schrappen. Ik wil deze man niet meer hier onder mijn dak hebben. Dit geeft heel veel negatieve gevoelens. Dat wil ik niet. Rijdende rechter, ik eis een tegemoetkoming in het woongenot. De garantie dat ik mijn borg terugkrijg. De tegemoetkoming van de huur. In die zin dat de tuin helemaal door mij opnieuw is gerenoveerd. En een tegemoetkoming van een draagbalk van 4 meter die gebruikt is zonder toestemming in het constructie van het dak. Rijdende rechter, ik wil dat meneer Tuntelder zo spoedig mogelijk uit ons huis gaat en dat hij zijn schulden aan ons afbetaalt. Nou, welkom hier in de studio. Dat u fluistert in uw huis, dat vind ik nogal wat. Ja, en toch gebeurde het. En doet u dat altijd? Bent u altijd zo op uw hoede? Nee, absoluut niet. Maar dat heeft te maken met een aantal zaken die naar voren kwamen. Dingen die wij in de Kamer bespraken. Dat wij op een bepaald moment zoiets hadden van... Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Hoe kan men weten, de volgende dag weten, wat er de dag ervoor besproken is in de Kamer? En ja, daar hadden we een heel vreemd gevoel bij. Ja. Ik heb maar één antwoord voor meneer Tuntelder. Er zijn pilletjes voor en goede therapieën. Echt waar. Maar dat is wel ook heel onaardig als u dat zo hard zegt. Het is aardig wat hij over ons zegt. Het is lastig. Maar hij kan het niet hard maken. Maar dat van die pillen en die therapie kan ik wel hard maken. Ik werk 30 jaar in de baaiers. We hebben nog lege cellen. Daar horen oplichters achter de deur. Oké. Nee, we gaan nu echt met modder gooien, dat is duidelijk. Hoe moet ik dingen kunnen horen? Die huizen zijn gescheiden. Het is zijn idee. Het is zijn idee dat hij afgeluisterd wordt. Maar u kunt het nu weer leggen door te zeggen van... ik sta nooit met mijn oor tegen. Natuurlijk niet. Nee. Welk normaal mens staat er dan? Die man is toch helemaal niet interessant? Dan nog. Op zich, ik... Ja? Dan nog. Gelooft u het? Ja, nou ja, het is haar woord tegen de mijne. Dit heeft totaal geen zin. Nee. Want die zolder, die is zo goed geïsoleerd. Als zou je er met zulke oren gaan liggen luisteren, hoor je nog niks. Nee. Maar je zou eigenlijk willen dat hij dat nu eens even proefondervindelijk zou... Een soort testje zou je willen doen. Juist, nou, wat inderdaad. Laten we dan even rusten. Want ik zie ook dat het u opwint, maar... Nee, het wint me niet op. Niet ik vind wat het beschrijf ontzettend ik. Vervelend. Maar wat ik ook hoor, is dat u dan via verschillende kanalen... vrienden, familie, kennissen... achter informatie probeert te komen. Zelfs bij de werkgever van uw vriendin. Ja. Klopt dat? Nee. Informatie... Ik heb precies... De vorige keer was het dat we informatie wilden... Heb je gebeld of niet? ...wilden hebben over het inkomen van mijn Maar tempo. Hij vraagt ik u weet iets? Precies. Heb je gebeld of niet? Ik heb gebeld. Nou, zijn we er toch over uit? Die heeft er niks mee te maken. Deze hele zaak die draait om geschil tussen de huur.
alle randzaken die hier omheen nou benoemd worden op tafel, hebben daar niks mee te maken. Nee, waarom noemen maar u heeft dus wel de werkgever van zijn vriendin gebeld. Ik heb geprobeerd zijn vriendin te bereiken. Yep. Dat heb je ook in het filmpje. Omdat het u zich zorgen maakt. Omdat ik me hevig zorgen maak. En ik doe het nog steeds, hoor. Ja. Dat is nog steeds zo. Ja. Dus en, u maakt zich zorgen en daarom... Omdat ik er heilig van overtuigd ben dat het in die bovenkamer van deze meneer niet helemaal goed is. Nou, het zal u maar gezegd worden. Ja, dat is nogal wat. Ja. Ja. Hoe komt die informatie binnen in die bovenkamer? Het is ook alweer weggewaaid. Oké. Het is een paranoia van deze meneer. Nou, want het is gewoon, jullie ook het slaat hier gewoon nu nergens op. Oké. Okay. Het is goed dat er een uitspraak komt. En u kunt nu meespelen op uw tweede scherm en ontdekken of u op meester Visser lijkt. En tijdens het locatiebezoek ontpopt het rustieke Benneveld zich tot een waar slagveld. U bent de eisende partij. Ik wil hem eerst maar even bij u thuis kijken. Dit is dus die beroemde kapschuur. Moet je je vinger niet tussen doen? Nee, ik moet hem niet open doen. Oké, dit is de kapschuur. De constructie bovenin zijn draadbalken, waarvan een van de draadbalken van 4 meter uit mijn schuur is gehaald en verwerkt is. Van wie was die draadbalk dan? Die was van mij. Lag die los? Die lag aan mijn kant, daar keurig netjes opgeslagen. Oké, en dus toen de aannemer hier bezig was, heeft hij dit per ongeluk gepakt van die dag. Van dat is, je kan ook per ongeluk een bal pakken als er op een gegeven moment een schuur ligt van Het mooie is ook dus dat wij dat meteen eigenlijk met meneer Tuntel er ook hebben kortgesloten. Sorry, had niet moeten gebeuren, maar wij hebben nog balken genoeg liggen, dus die hebben wij hem aangeboden. En hiernaast is van u? Ja. Dus dit is de middengedeeld. Ja. En dat is eigenlijk gewoon de opslag. En er ligt een prachtig nieuwe rieten dak op. Niet goed. Het zal niet de eerste zijn. Ja. En nu wil ik even binnenkijken in het huis. Kijken het lijstje wat er nog gedaan zou moeten worden. Uh-huh. Dat huis heeft ook een voordeur, hè? Die gebruikt kan worden. Ja? Dat bepaalde huurder of die de voordeur gebruikt of niet? Dat is. Ik zeg dat die gebruikt kan worden. Goed luisteren. Moet je goed luisteren. Zie ik dus omheen hoe de toestand erbij ligt. Het zou bedoeld in oktober gerepareerd zijn. We zijn nu in april. Is niet waar. Het zou in overleg gerepareerd worden. Absoluut niet. Het staat zwart in, het staat in het contract dat op een gegeven moment in oktober. Maar zo oud is dit er toch nog niet? Hoe kan het dan zo rotten? Verkeerd hout. Gewoon verkeerd hout. Vandaar dat ze dus ook de degene die het geplaatst hebben, ook nog niet hebben betaald wat betreft de puin. Hoe kom je daar nou weer bij? Dat heb je zelf gezegd, Antien. Nou, we gaan nu even binnen. Dus dit was de pui, die moest ik zien. Wilt u de aannemer nog hebben? Want dit moet gerepareerd worden. Dit wordt ook gerepareerd. Dit doet, gaat hij beneden zakken. Met die gevolg dat de kans is dat hij naar voren komt. Ja. Doe maar even over. Dankjewel. Dan zou er een kachel worden aangesloten. De kachel zou geplaatst worden omdat ik een onregelmatig gebroken diensten werk. Dus als het mooi was meer. Voor mij is het heel onrendabel. Dat is dus een argument. Voor mij ben ik even naar het bos. Ik ga tussendoor. Want de kachel zou aangesloten worden in verband met onregelmatige diensten. Ook die kachel zou in overleg aangesloten worden. Die kachel zou per direct aangesloten worden. Dat is niet waar, dat lul je. Dat is niet waar, Alfred. Het staat contractueel vast. Laat zien dan. Het staat vast. Laat dan zien. Hoef je niet te laten zien, het staat vast. Nee, het is niet waar. Heeft meneer Visser de stukken. Dit was de kachel. Ja. Dit was de kachel. Het is niet waar. Er moest nog wat gebeuren. De wc-bril. Dat hoeft u van jouw vriendin. Staat niet in het contract. En als er reparaties zijn beneden de 50 euro, is het voor kosten van de huurder. Dan moet je niet in het contract zetten. Ik bedoel, het staat wel in het contract. Hoe lang zit u nou op die Vanaf oktober. Ja. En nooit geklaagd, dat is toch wel bijzonder, hè? Diverse keren heb ik aangekaart. Leugenaar, niet waar. Het is niet waar. Alfred, laat dan zien dat je geklaagd hebt. Want dat kan je dus niet, want dit is nu voor het eerst dat je dit aanvoert. Laat je, als ik ga klagen bij jullie, moet ik dan via een formulier op een gegeven moment aangeven dat ik heb hem geklaagd? De voordeur, maar die kan je dus duidelijk niet vinden. Misschien wil dat wel helpen. Dat is ook flauwekul, want dan nog zeg je, je liefst één stuk door, Elting. Je liefst één stuk door, ja. We hebben hem. Ben jij bij ons geweest om te zeggen? Niet te dicht bij elkaar. Ik heb niet te dicht bij elkaar. Heb ik aangegeven. Moet je zelf uitzoeken? Of wat was er nog meer aan klachten?
Dus nu hebben we binnen gezien. Ja. Nou, hier had ik dus gedacht om mijn moestuin te situeren. Alleen, dat is nog niet erg gelukt hier. Nee. En dus, wat is dit? Wat is dit voor grafiek? Dat zal een waterreservoir worden met waterplanten erin. Alleen dat heb ik nu ook eerst laten rusten, omdat de situatie ontstaan is zoals die nu is. Nou ja, als grafgelegenheid is het ook nog geschikt. Een beetje klein, hè? Er komt iets boven van die kougraaf voor handen. Komt u elkaar wel tegen? Nee, nou, we komen elkaar in het begin heel vaak tegen, omdat hij gewoon gebruik werd gemaakt van een doorlooppad. En ik heb het nu op een gegeven moment gezegd, van ik, op grond van mijn privacy wens ik niet meer dat jullie hier lopen. Oh. Het was zelfs zo dat een dag na die tijd, dat mijn vrouw bij de deur stond en te zeggen van binnen 24 uur stond, moet de huur op de rekening staan. Anders is het niet de best. Maar een dag later, de heer en mevrouw zelf al hier in de tuin bezig waren met allerlei dingen aan het doen. Dus ik heb ook gevraagd, wat ben je godsnaam aan het doen? Je bent het gesprek op moment, weer niet aan. Op het moment op een gegeven moment gezegd tegen mij, wat er tegen mij gezegd van. Er zou een koper komen kijken. En het was hier niet zo erg netjes. Dus wij hebben hier dat grindpad, daar zijn we mee bezig geweest, hebben we netjes gemaakt. We hebben daar waar die auto staat, hebben we netjes gemaakt. We hebben geprobeerd hier nog een klein beetje netter te maken. We hebben ook daarachter hebben we het helemaal netjes gemaakt. Want er kwam een kijker. Het gaat erom dat ik een dag na die tijd te horen krijg, of het zie, dat hun niet alweer in het gedeelte waar ik huur, en waar ik ook behoorlijke huur voor betaal, al hier aan het planten zijn en aan het doen. En dan heb ik zoiets van, hey, wie is nou hier de huurder? Is dat nu de verhuurder? Als jij dus de huurder bent, dan moet je ook huur betalen. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. Zolang jij geen huur betaalt en hier niet ingeschreven met Alfred, ben je hier niet eens. Ben je een illegaal. Nee, niet meer, niet minder. Goed, ik heb hier alles gezien. Ik zie u terug, Ermerstrand, voor de hoorzitting. Ja? Ja, goed. Wat kunnen we eigenlijk hier aan toevoegen? Graag even een eerste reactie, want er ontstaat een hoop tumult hier tijdens het kijken, Mark. Ja, ik ben totaal onder de indruk. Hij moet natuurlijk zijn huur betalen, maar ik twijfel ook een beetje of ze eruit gekomen waren wanneer er overleg was. Maar die vrouw luistert niet. Jongens, je wordt er gewoon gek van. Er zit alleen maar een aanknop op, maar de uitknop die hebben ze niet gevonden. Ja, ik vind het wel heel persoonlijk allemaal. Iedereen gaat nou over die mevrouw. Er is geen respect tussen partijen. Ja. Dat vind ik zo jammer. Ik hoor die mevrouw inderdaad de meest verschrikkelijke dingen zeggen over Alfred. Daar gelaat dat hij absoluut huur moet betalen. Maar ik heb meerdere malen nu gehoord dat er iets psychiatrisch mankeert. Nou, ik vind als je in de psychiatrie hebt gewerkt, dan mag je niet zomaar diagnoses stellen. Nee. Dat wordt te pas en te onpas hier gedaan. Geen respect, merk ik. Er is geen respect. Op het moment... Ik zie Leonie ook knikken. Nou, ben ik het totaal mee eens. Het is natuurlijk zo onedel wat hier gebeurt. Iedereen zegt nu van, mevrouw zegt dat die meneer die goed in zijn bovenkamer is. Als je constant wordt beticht voor iets wat je niet doet, het afluisteren, dat er iemand erboven, dat je... Dan loopt de spanning wel op. Dan loopt de spanning wel op. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt van, ik doe dat niet. Nee, die man is niet goed in zijn bovenkamer. Nee. Ja. Michiel, wie heeft er gelijk, vind jij? Ik sta aan de kant van meneer Tuntel. Okay. Ik weet niet of er nog twee Waddeneilanden vrij zijn, maar allebei verbannen zo'n eiland. Ja. Nou, ik ben ontzettend benieuwd wat de thuisrechters ervan denken. Dat ziet u nu onder in beeld. Tijdens de hoorzitting moet meester Visser een eindeloze lijst van eisen doornemen. Welkom, we zijn hier in Erm. En aan de orde is de zaak tussen de heer Tuntelder tegen de familie Mager. Ik ga eventjes de eisen langs, want dat is nogal wat. Van de familie is duidelijk, die willen maar één ding, dat u eruit gaat. Maar u zelf, meneer Tuntelder, heeft een heleboel eisen. U wil 100 euro voor het opknappen van de tuin. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, vind belachelijk. Dat vind ik ervan. Ja. En als hij maar, vindt... Maar ik wil hem best 100 euro betalen, hoor. Als hij maar gaat wieberen. Ja. Nou, 100 euro, ze zijn onder protest bereid te betalen als u vertrekt. 55 euro wegens een balk. Daarvan heb ik begrepen dat u die wil vergoeden. Ja, afgetikt. Dan de borg. Die wilt u terug hebben. Ja, en als u eruit gaat natuurlijk. Uiteraard. Ja. Maar na de eindinspectie vragen. Ook ik heb geen vertrouwen in de zaak. Want ze kaart ongetwijfeld iets aan. Het door mijn schuld zal gebeurd zijn. En dus daar dan de borg kan inhouden. Ik ben bang dat ze de borg nooit gaan terugbetalen. Ja. Maar dan mag je van mij een onafhankelijk iemand aanstellen. Alfred, die ook even meeloopt. Dan wilt u... Als u eruit gaat, 300 euro verhuisvergoeding. Ja.
Omdat ik gedwongen word om het huis te verlaten. Ja. En u vindt 75 euro genoeg betaald? Je kunt voor 75 euro, en dat is inclusief btw, de hele dag een busje huren. Heeft u enig idee wat in de wet staat, wat in vergelijkbare gevallen moet worden betaald door de verhuurder? Dan loop je al snel in de duizenden euro's. Wij willen best wel helpen. Lijkt me geen goed idee. Lijkt me helemaal geen goed idee. Nee, ik dacht... Nou, ik wil hem helpen. Ja. Nou, en nu komt het. U wilt ook nog een schadevergoeding wegens al het gederfde huurgenot. Ja, bij het aangaan van het huurcontract is het afgesproken dat de kachel die in de hoek staat... Ja, dat begrijp ik. ...zo snel mogelijk aangesloten zal worden. Maar u zult begrijpen dat voor het niet aansluiten van een kachel... dat nogal wat moeite kost voor een rechter om daar een vergoeding bij te bedenken. Mm-hmm. Dus misschien moet u met iets beters komen. Ja. Daarbij is de pui, daar zit zo'n naad in. Heb ik gezien. Ja. Waar je naar buiten kijkt en vooral in de winter de kou behoorlijk naar binnen kwam. Ja. En daar kan je dan niet tegen stoken. Nee. Daarbij klopt nog dat ik sowieso 3 weken geen privacy heb gehad... omdat ik vreemde mensen continu achter thuis had lopen. Mm-hmm. Daar de rietdekkers voor bij de weg een reclamebord hadden staan. Ja. Waardoor mensen dus bij mij... willekeurig bij mij achter thuis kwamen en de privacy. Ik geloof niet wat hij zegt hoor. Want dit zijn hele fatsoenlijke jongens, die rietdekkers. Maar als zij op een gegeven moment naar de wc moesten, stonden ze bij mij in de tuin te in de heg aan. Dus zo netjes waren ze ook niet. Ja, maar daar zijn het rietdekkers voor. Oh, want bij mij in de tuin? Rietdekkers plassen altijd buiten. Dat weet iedereen. Als ik uit mijn raam kijk, dan heb ik geen zin om tegen zo'n ding aan te moeten kijken. Omdat daar een rietdekker nog even tegen mijn aangaan staat. Dus sorry, maar. Daar, in plaats van rietdekkers stonden ze daar de hele dag te pissen. Ja, dat geloof ik, ja. Ik zeg niet dat ze de hele dag stonden te pissen. Wat ik bedoel te zeggen is dat meneer mensen. Een heleboel klachten heeft. Hè? Ja. En dat, dat daar gelaten. Maar hij heeft er zelf niets, maar dan ook niets ondernomen... om het leven wat dat betreft wat aangenamer te maken. Nou heb ik hier de huurovereenkomst. Daar staat een bijzondere bepaling in. In opdracht en voor rekening van verhuurder worden nog werkzaamheden uitgevoerd aan de douchewand, aansluiting houtkachel, een nieuwe toiletbril, reparatie schuifdorpel, vervanging kapotte lampjes en het in de olie waszetten van het parket. En nou is mijn vraag aan u, vindt u dat u wel heeft gedaan wat u moest doen? Want het is nog steeds niet gebeurd wat hierin staat. Het is nog steeds niet gebeurd. Er is gebeurd. Maar lampen zijn gemaakt. Ja. Lampen zijn gemaakt. In de was gezet van de vloer is gedaan. Ook gedaan. De toiletbril. Dat hoeft er niet meer van zijn vriendin. Niet. Over de dorpel en over de kachel, daar zijn wij iedere keer over in overleg geweest met meneer. Het was toen midden in de winter. Dus het was niet zo logisch om dan die dorpel te gaan repareren. Het is allemaal... Maar we zijn er wel mee. Maar als je zegt, in het contract staat precies omschreven wat u moet doen. We leven nu 5 maanden verder en het is nog niet gebeurd. Maar goed, er is natuurlijk niet wel een ernstig element bijgekomen, meneer Tuntel. Want u moet de huur bij vooruitbetaling voldoen. En dan gebeurt het, begin deze maand kon u de huur niet betalen. Klopt, er is wat misgegaan met werk. En ik heb ook aangegeven dat aan het eind van de maand de dubbele huur wordt betaald. De dubbele huur wordt betaald? Ja, de maand van april en van mei. Hij heeft niets gezegd. En ik heb het duidelijk aangegeven. Is... Alleen nogmaals, hij je was niet voor redelijk vaardbaar. Hij heeft geen contact. Smiddags kwam jij nog bij mij bij de deur. Hij heeft dus en bij zijn van de buurvrouw. Met, ik ga nu even moment, mijn verhaal vertellen. Nu hou jij even je mond en dan ga ik mijn verhaal vertellen. Mond, ik ben aan het woord. Dat is nou het grappige met deze bijeenkomst. Dat ik degene uiteindelijk maar wie het woord heeft. En u was net aan het woord. En nou, mijn vrouw wat zeggen. Ja. 1 april ben ik bij meneer Tuntelder gaan reclameren dat hij de huur moest betalen. En dat ik wilde dat hij de dag daarna, dus 2 april, om 12 uur op de rekening zou staan. Maar is dat niet een beetje raar, mevrouw? Als je een huurder hebt die elke maand op tijd betaalt... en dan 1 keer staat er op de eerste dag er niet op... dat je direct de reactie van een wanbetaler... Misschien als je het voortraject niet kent. Het voortraject was natuurlijk wel dat wij iedere maand 1 of 2 keer op zijn stoep stonden... om te vragen of hij zich in wilde laten schrijven in de gemeente... of hij zijn inschrijving bij het water wilde regelen... of hij wilde regelen dat het gasbedrijf bij hem de brieven daarvan op zijn bureau zouden komen. U vertrouwde hem gewoon niet meer? Ik vertrouwde voor geen cent meer. Nee, natuurlijk En toen was hij 1 dag te laat met de huur. Toen dacht hij, zie je wel? Ja. Ja, inderdaad. Het klopt dus niet wat hij zegt. De ene keer zegt hij dit, de andere keer zegt hij dat. Ja. En dat stapelt zich op. En u? U wilt gewoon dat hij eruit gaat? Ja, klopt. Nou, ja.
Wat wilt u? Wilt u daar nog belang blijven zitten? Zoals de huidige situatie nu is, dan lijkt het logisch dat ik ook op een gegeven moment op zoek ga naar een andere woning. Alleen het is niet zo dat ik mij uit de woning laat zetten om ergens in een of andere hoekje te gaan zitten. Maar als het zo is dat u zegt, ik ga niet voor de verhuurders uit de weg, dan moet je wel de huur op tijd betalen. En dat doet u niet. Dat klopt. Maar ik heb aangegeven dat ik aan het einde van de maand zowel de afgelopen maand het resterende bedrag en het komende bedrag betaal. U kunt natuurlijk zoveel aangeven, maar volgens het huurcontract is dat niet toegestaan. Nee. En u bent natuurlijk niet degene die bepaalt wanneer de huur betaald wordt. Nee. En met andere woorden, als u niet voor de verhuurders uit de weg wilt, dan maakt u het ze wel erg makkelijk door niet te gaan betalen. Daarom hebben we ook geprobeerd in alle redelijkheid in overleg te gaan, alleen overleg was niet mogelijk. Nee, omdat u elkaar niet meer kunt luchten of zien. Nee, ik ben alleen uitgenodigd op het weekend om een brief te ondertekenen en daarbij stilletjes via de achterdeur te verdwijnen. Nou, u gaat in elk geval niet stilletjes. Ik zie u terug in de studio en ik beloof u, dan komt er een einde aan dit slepende conflict. Nou zeg, heftige hoorzitting. Maar voordat er een uitspraak komt, er zijn nieuwe ontwikkelingen, toch? Klopt. Ik ben 18 mei ben ik verhuisd, waar ik op een gegeven moment nu met heel veel plezier woon. Oké. Dat betekent dus dat de huurovereenkomst is opgezegd? Nee, die is niet bij opgezegd. Niet, hoor. Nee. Die is niet. Nee. Ik heb een mail gestuurd, daar zij dus niet aanwezig waren. Ik heb de sleutel ingeleverd bij de persoon die op dat moment in hun huis woonde. Ik heb hun een mail gestuurd met het feit dat ik dus het huis uitging, de 18e, met een berekening van de borg en de huur. Dus u betaalt tot 18 mei, u heeft een soort berekening gemaakt en de sleutel heeft u bij de mensen die in uw huis had ingeleverd. Maar u zegt, ja, zo zeggen we de huur niet op. Er is een huurcontract, ik heb heel... Tot 1 november. Ja, dus u loopt heel veel inkomsten mis. Inderdaad een heleboel geld mis. We kunnen nu niet verhuren, omdat ik ook onder de rechter ligt. Nou, dit zijn nieuwe inzichten voor meester Visser. Ik wil u eigenlijk meenemen nu naar de banken, want daar krijgt u dan de uitspraak. Dus als u met mij meeloopt. Ja, is goed. Zo. Nou, volgens mij zijn we allemaal enorm benieuwd naar de uitspraak, toch? Ja. En heeft u ook een hinderlijke huurovereenkomst of heeft u een heel ander probleem? Dat kan natuurlijk. Meld u zich dan nu aan. En voor de thuisrichters is het duidelijk, dit vindt u ervan. En hier is die. Meester Visser. Uitspraak in de zaak van de heer Tuntelder tegen de familie Mager en Rijding. Ja, na de hoorzitting heeft de huurder het gehuurde alsnog verlaten, waarmee eigenlijk de angel uit conflict is. De zaak is eigenlijk al opgelost, behalve dan dat er nog afgerekend moet worden. En dat is dan aan mij om dat te zeggen. Omdat de verhuurder zelf heeft gezegd tijdens de hoorzitting geen probleem te zullen maken van het tussentijds vertrek, en dat zelfs heeft geëist, is de huurovereenkomst inderdaad per einde van de maand mei rechtsgeldig geëindigd. De huurder die midden in de maand vertrok, moet natuurlijk wel de hele maand mei huur betalen, want halve maanden huur kennen we niet in het huurrecht. Ik heb berekend dat de huurder met inbegrip van wat er nog open stond over de maand mei nog 997 huur verschuldigd is. Daar staat echter tegenover dat hij nog €895 aan borg terugkrijgt. Ik heb in elk geval geen schades aangetroffen die een mindering strekken op die borgsom. Daarnaast heeft de huurder ook nog recht, we letten op de kleintjes, €55 wegens de balk en €75 wegens door de verhuurder zelf akkoord bevonden verhuisvergoeding. Voor een vergoeding wegens verminderd huurgenot zie ik juridisch onvoldoende grond. Ook voor het tuinonderhoud krijgt de huurder niets, want in het huurcontract stond dat hij dat moest doen. Als u heeft meegerekend, dan weet u inmiddels dat de huurder per saldo niets meer hoeft te betalen, maar zelfs nog recht heeft op terugbetaling van maar liefst €28 door de verhuurder. Ik eindig met een belangrijk punt. Ik ben bang dat partijen elkaar reputatieschade toebrengen, respectievelijk blijven toebrengen, door het doen van ondoordachte uitlatingen over deze zaak en over elkaar. Ik zal ze dat verbieden op straffen van een boete van €250 per keer. U moet hier dus mee ophouden. Dit is mijn uitspraak en daar moet u mee doen. Dank u wel.
was een opsomming en aftrek optellen. Maar uiteindelijk is het zo dat u nog 28 euro moet betalen aan meneer Tuntelder. Heeft u geld bij je? Ja hoor. Ja? Ja, ja. Dus ja, dat kunnen we dan gelijk... Ja, ja? Dan is het klaar. Ja, gelukkig. Lekker. Ja, ja, voelt ze ook een oplichting? Ja, zeker. Toch wel, ja? Voor u ook? Zeker. U kunt op zoek naar nieuwe huurders. Ja, heeft u al iemand op het oog? Nee, nog niet. Nou ja, misschien dat mensen door de uitzending denken van nou... Ja, vast. Een prettige plek. Kijk uit voor afluisterapparatuur. Kijk uit voor afluisterapparatuur, daar wordt u voor gewaarschuwd. Ja. Dit was De Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Nou, succes bij het zoeken naar een nieuwe huurder. Dat komt goed. Ja. Ja. En u krijgt zo nog 28 euro. Ja. Succes. Iedereen is anders. Gelukkig wel.